Na de degradatie van Willem II kijkt Simon van Zeels terug op 6 bewogen weken. De speler van de A1 leek begin april uit het niets op te duiken toen hij in de basis mocht debuteren tegen PSV. En daar de debutant, 19 jaar, afkomstig uit de jeugdopleiding van Willem II in RKC. Gedeelde jeugdopleiding Simon van Zeels. Ik ben Simon Zeels, 19 jaar, ik kom uit Hedel. Ik ben een beetje verdedigende middenvelder die graag op een man speelt, man uitschakelt. En het team ook graag neerzet in het veld. Ik ben eerst in de C2 begonnen bij RKC Waalwijk. Vanuit daar in de regionale jeugdopleiding ontstaan. Dit seizoen heb ik de keuze moeten maken of Willem II of RKC. Nou, ik had gewoon bij Willem II een heel goed gevoel, een heel warm gevoel. Dus heb ik voor deze club gekozen. En dit jaar ook mijn debuut mogen maken tegen PSV. Hier heb je het inderdaad altijd voor gedaan. Dus gewoon een droom die uitkomt. Hier heb je altijd voor getraind, veel dingen voor moeten laten. En als je dan je debuut mag maken, dat is gewoon super. Mijn vrienden waren met z'n allen in het stadion, mijn ouders waren in het stadion. Het applaus is voor de debutant hier in Tilburg. Sinds het prima debuut tegen PSV kwam hij iedere wedstrijd in de hoofdmacht in actie en tekende hij zijn eerste contract. Meedraaien met de eerste selectie, combineren met school, is soms best pittig voor de 19-jarige middenvelder. Het is gewoon wel een drukke week. Je gaat gewoon 's morgens naar school toe, 's morgens en 's middags. Dan meestal rond 3 uur op de club zijn. En dan trainen en dan rond 8:30 ben je pas thuis. Dus het zijn lange dagen inderdaad. Veel steun van familie, vrienden neem ik aan in die jeugdopleiding. Ja, hun hebben inderdaad ook heel veel voor mij gedaan en hebben me altijd gesteund. Als ik ergens naartoe moest, stonden familie, vrienden altijd klaar en mijn ouders natuurlijk. Hoe is dat voor jou om zeg maar, je debuut te maken in een team ja, dat de punten zo hard nodig heeft? Dat vind ik op zich niet zo erg. Ik vind gewoon, we spelen gewoon goed tegen Heerenveen. Je verliest gewoon, je staat met lege handen, maar je moet gewoon met 3 punten naar huis gaan. Dus, het spel is gewoon goed, maar we pakken de punten helaas niet. Je ziet wel dat bij de supporters ook veel emotie inderdaad loskomt als we toch weer geen punten pakken die we wel verdienen. Maar je ziet toch wel aan de supporters dat ze ons blijven steunen en naar elke wedstrijd komen en ons toezingen. Als je dan ook kijkt op het middenveld hè, waar je speelt naast Ricardo Ippel, die wel die ervaring al heeft in de Eredivisie. En voor je dan bijvoorbeeld met Guit, met Huscher, die ook gewoon ervaring hebben, hoe is dat om ja, met hun te spelen? Dat is inderdaad gewoon heel fijn dat je met ervaren jongens toch wel in het veld staan die al veel Eredivisie wedstrijden achter hun naam hebben. Ze zeggen wat ik beter moet doen, welke keuzes ik op een moment beter kan maken. Dus dat is gewoon heel fijn. Ik wil gewoon bij de club blijven. Ik heb hier een goed gevoel. Ze hebben me dit jaar ook al laten debuteren, dus ik zal de club altijd blijven steunen en ik wil er altijd blijven.